Ja, hier is Fishy weer en vandaag weer een nieuwe commentaar hier op mijn kanaal. En vergeet niet alvast dat blauwe duimpje natuurlijk omhoog te geven, want dat steunt me enorm. Hartstikke fijn, hartstikke tof. Liken! Ha! Oké, ja, nu de commentaar. Want het is natuurlijk hartstikke tof dat ik door Black Ops 3 natuurlijk lekker wat commentaars kan maken. Vind ik ook hartstikke leuk om te doen namelijk. En volgens mij vinden ook de meeste mensen het wel eens leuk om gewoon een commentary te kijken. In plaats van al dat live gedoe natuurlijk. Wat ik trouwens wel heel erg leuk vind om te doen. Maar commentaries, ik weet niet. Commentaries is ook gewoon wel lekker leuk, weet je. Je kijkt een beetje in de gameplay nu op de achtergrond. Een beetje aan lullen tegen jullie. En ik vertel nog wat. En misschien vinden jullie het helemaal niks. En misschien zijn jullie het helemaal niet mee eens. Dan moet je het ook zeggen. Bij de comments boeit me helemaal niks. En als zijn jullie het wel mee eens, moet je het ook lekker achterlaten. En dat is juist leuk ook van YouTube. Discussies natuurlijk veroorzaken eigenlijk. In dit geval ga ik het vandaag hebben over de nuclear in Black Ops 3. Ik zal natuurlijk eerst even wat over de gameplay vertellen. De gameplay is namelijk niet van mij. Hij is van Shooting Storm. En ik had al zijn gameplay gisteren gebruikt in de Q&A. Maar ik dacht bij mezelf, ja, ik had een nuclear gekregen van hem. Ik dacht bij mezelf, ja, dat is een beetje een korte gameplay. Dus ik kan hem eigenlijk niet gebruiken voor de Q&A. Moet ik weer knippen, weer een tweede gameplay of zo regelen. En dat vind ik helemaal niks. Gebruik liever één langere gameplay. Dus ik dacht mezelf, nou weet je wat, ga ik vandaag een commentary erover houden. Is namelijk super leuk. Hij speelt hier met de ARX, is het hè? De ARX geloof ik, ja. Weet ik veel wat voor testmensen die erop hebben zitten. Voor mij heeft hij in ieder geval Fastmac of zo erop zitten. Anders moet ik het maar even achterlaten als hij deze video kijkt trouwens. Dan kan hij het even achterlaten. Hij speelt in ieder geval met de Rich Jack Specialist Streak. En hij speelt met Streaks de Wraith. Dat is zeg maar de Stealth Chopper. Ja, van Black Ops 2. Dan de HATR, wat echt een kutnaam is, om het zo te zeggen. Een kutnaam, vind ik het echt. Ik haat hem ook. Hater. Het lijkt wel een hater. De hater. In ieder geval HATR. En dat is natuurlijk de Orbital VZ uit Black Ops 2. En daarnaast speelt hij met reps. En reps, dat zijn die ballen. Daar speel ik de afgelopen tijd ook weer mee. Die ballen die gaan over die map heen rollen met hun spikes. En dan komen ze op je af als ja, bommen, zeg maar. Dus eigenlijk is dat best wel leuk. Ja, dat vind ik eigenlijk best wel leuk. Ik vind het een hele leuke scorestreak trouwens. Stronghold is ook natuurlijk grappig dat ik een keertje dat upload. Want dat had ik nog niet gedaan. Volgens mij is dat Stronghold. Dus hierbij in ieder geval. Ja, de beta is in ieder geval nu weer over. Dus we moeten eventjes, zeg maar, deze dag is zeg maar pauze. En dan gaan we, als het goed is, vanaf morgen, overmorgen gaan wij, kunnen wij in ieder geval Black Ops 3 de beta weer spelen op de One. Dat is wel handig als je twee consoles hebt namelijk. Kun je namelijk allebei spelen. Dus ja, dan gaan we in ieder geval weer op de Xbox One Black Ops 3 gameplay opnemen. Super gaaf natuurlijk. Hij haalt de nuclear trouwens in 5,5 minuut. Dus dat is best wel redelijk snel nog. Want hij speelt dus ook met killende killstreaks. Die trouwens niet meetellen in je streak. Maar ja, wat wil ik nou eigenlijk zeggen over de nuclear? Voordat er een commentary over is. Want eigenlijk heb ik niet zoveel over te zeggen. Kijk, ik vind het hartstikke leuk dat de nuclear erin zit. Weet je, het zit erin. Je kan ervoor gaan, weet je. Dat is gewoon leuk hè, om ergens voor te gaan. Maar ik baal er toch wel weer een klein beetje van. Want, ja, zoals de meeste mensen wel weten, Call of Duty is een beetje een mannengame. Nou spelen vrouwen het, maar ik doe een mannengame. Dan snap je wel een beetje wat ik bedoel. En je wilt toch een beetje showen als jij iets haalt. En weet je, dat is nou het voordeel van een campstrijd. Een MOAB of een nuke of een DNA-bom of whatever the fuck je wil bedenken. Dat is juist zo leuk eraan. Je gaat showen van, kijk mij eens wat ik haal. Kijk eens waarmee wat ik jullie own. Want dat is eigenlijk een beetje de bedoeling van zo'n streak. En ja, ik vind het toch wel jammer dat het niet afgaat. En nou weet ik natuurlijk niet helemaal 100% zeker of dat misschien wel in de full game wel gaat gebeuren. Hè, dat hij dan wel afgaat en zo. Maar ik moet eerlijk zijn, ik denk het niet. Ik ga er vanuit van niet gewoon. Want de Triarch is daar in principe een beetje eigenwijs, zou ik zo zeggen. Die hebben dat gewoon niet in hun game. En ik vind dat toch wel heel erg jammer. Dus ik hoop dat van Activision bijvoorbeeld te kijken naar deze video. Joh, laat hem ontploffen, die nuclear. Ja, toch?
hè, show dat je wat gehaald hebt in die game. En dat ga ik wel missen. Ja, ook voor YouTube denk ik dat het heel erg jammer is dat het er niet in zit. Want je kan toch dingen gaan vertellen om hoe je iets moet halen. Want ja, je krijgt nu eventjes heel snel in beeld te zien van dat je een nuclear haalt. En dat is het eigenlijk. En ja, Dus ik heb een beetje gemengde gevoelens erover eigenlijk. Aan de ene kant het is tof dat erin zit. Aan de andere kant denk ik van, ik mis wat. Zijn jullie het met me eens? Laat het achter bij de comments. Zijn jullie het mee eens? Laat het ook achter bij de comments. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. En bye bye.